Niet alleen in deze paar maanden van deze nieuwraadsperiode, maar ook in het verleden hebben we echt wel een aantal keer momenten gehad waarin die stukkenstroom vanuit het college zo groot werd. Ook overigens omdat de raadspartijen zelf heel veel willen agenderen. Hè. Dus het zit ook wel altijd wel weer twee kanten aan het verhaal. Maar wat je nu wel merkt, en daar ben ik ook wel met je eens, is dat je ziet dat er toch best wel een aantal stukken richting de raad worden gestuurd. Vaak ook heel laat of te laat. Hè. Dus er is bijvoorbeeld de afspraak dat dat minimaal 10 dagen van tevoren het stuk in bezit moet zijn van de raad. Zodat je de tijd hebt om dat te kunnen lezen en ook daar met bijvoorbeeld inwoners over te kunnen schakelen. En die 10 dagen termijn is een heel aantal keer overschreden. Ik geloof dat we pas een keer een stuk hadden wat dinsdag in het college nog hebben besproken en donderdag al op de agenda stond om door de raadscommissie beoordeeld zou moeten worden. Ja, dat is echt veel te kort.